Nou, gisteren heb ik al voorwerk gedaan. Ik ga zo de aardappels even opzetten. Goed zo, liefje. Lekker lopen, plasje poepen doen. Kom maar. Ja, deze kant, liefje. Kom maar, deze kant, liefje, schat, kom maar. Cameraatje in beeld. Joggers in beeld. En toen ging ik weer lekker lopen met haar. Hé meisje, jij hè? Is leuk hè? Moest kijken hoe lekker rustig het ook in de weilanden is. Heerlijk. Oké, welke route denken jullie wat Lady gaat doen? Gaat ze hier oversteken? Gaat ze rechtdoor? Of gaat ze weer zometeen terug? Kom maar, mee dan. Oh ja, plasje doen. Wacht hè. Nou, dan ga ik weer lekker verder lopen met mijn meisje. Wat zie jij? Lekker aan het snuffelen, hè? Wat is je dan? Lady? Zeg maar, ik wil gewoon lekker snuffelen, vrouwtje. Oké, okay, nou, kom maar. Wil je lekker doorlopen dan? Ja, yeah, lekker doorlopen. Yay! Ja, yeah. Nou, ik had dus Ro al net gebeld. Dat ik dus met Lady lekker buiten liep. Ik moet hem rond 4:45 weer terugbellen. 4:45 uur. Dus. En nou loop ik lekker met Lady weer even lekker buiten. Ja. Yeah. Ik voel me een stukje beter dan gisteren. Ik heb namelijk even mijn medicijn ingenomen. Om een beetje rust te creëren weer in mijn hoofd. En ja, dat is oxazepam. 10 milligram. Dus ja. Dus ja, ik voel me gewoon weer een stukje rustiger. Ik heb nog wel gedachtes, maar ik hoop dat ik daar ook gauw weer van klaar en mee ben. Want ik word er helemaal niet goed van. Dus ik ben wel rustig, maar niet in mijn hoofd. Ja, mijn hoofd maalt het en alles. En mijn rare gedachten die je gewoon in principe niet wil hebben. In ieder geval heel lang in mijn gehad. Die heb ik sinds dat ik in het Ruigeveld zat, heb ik die toen nog gehad. Dus kun je nagaan, dat is zo lang geleden voor mij. En het komt nou zo heftig terug. Nee, en dat wil je niemand aandoen, weet je.
Dus ja, gewoon weer even lekker met Lady lopen, lekker een stukje, lekker een blokje. Ik weet niet hoe ze wil lopen, maar ik maak het niet al te lang. Maar een tijd terug en dat ik hier heb gelopen. Hele lange tijd terug. Dus ja. Ach ja, maakt helemaal niet uit. Nee, we gaan er gewoon lekker weer voor. Ja hoor. En toen stond ik weer hier. Ja. En mijn mama die vraagt zich af waarom het hier al nog allemaal zo groen is. Ja, het zijn van die soort van klimopbladeren volgens mij. Ik weet het niet, maar dat loopt dus helemaal naar boven. Van die klimopdingen. Zoals je wellicht kan zien. Ja. En nou start het hier helemaal. Is dat. En toch vind ik die zonnewijzer nog steeds mooi, hè? Vind ik zo gaaf. Dus dat. Kijk, en dit zijn dus die bloemen, plantjes, bladeren, en die dus omhoog groeien. En ik weet niet wat het precies is, maar ik vind hem wel heel mooi. Ja. Ik vind hem juist heel mooi. Juist dat groene. Een beetje leven in de brouwerij. Hé meis, ga je mee? Ja, goed zo. Deze kant kan die meneer ook langs. Goed zo. Keurig. Lijk jij ver weg. Wachten. Lijk jij ver weg. Ja, je bent lief meisje. Ja, kom maar. Goed zo, kom maar. Ja, wat ben je mooi. Ach ja, verschil moet er wezen. In deze wereld, in deze tijd. Want die dame daar... Die is net aan de overkant daar door de hekken geweest. Want de beveiligers al daar en van de Kamar, die vroegen dus van mevrouw, en wat voor mix is het? Ik zei nou, ik hou afstand. Ik zei maar, dan kun je haar even wat beter zien. Dus ik vertel het, wat en wat voor mix het is. We nodig pitbull met een husky. Oh, wauw. Even aaien. Dus zij is gewoon verdorie op het terrein geweest en van de koning. Ik niet. Verschil moet er wezen, hè, Leed? Verschil moet er zijn. Hè, Leed? Ja, hè? Verschil moet er zijn, hè, schat. Kom maar. Kom maar deze kant op. Ja. Dat zeg ik. Mevrouw is dus daar op... even kijken. Oh, zeg ik dat goed? Daar is op het terrein geweest. Ja. Helemaal top. Helemaal geweldig. Leuk. Dus... Mevrouw is gewoon op het terrein en van de koning en de koningin geweest. Ja. Ja, zij wel. Hè, dame? En ik niet. Nee, ik niet. Jij wel, want jij ging zelfs om en om het poortje heen. Alleen je werd er weer een beetje teruggehaald en door de kamer. Ja. Ja, ja, hè? Moet kunnen. Daar is eigenlijk al verschil te wezen. Tussen hond en baas. Deze vogeltje. Weet ik veel wat het is. Die zag ik toen ook heel mooi. Nou zie ik hem hier weer zwemmen. En ik dacht het dus dat, en dat dit dus ook een soort van mandarijn eenden waren, maar... Dat dit, dat, en dat is het dus niet. Nope. Oh, en dan heeft hij weer zijn eigen leven. Maar oké, dat zijn ze dus niet. En dan ga ik weer verder lopen met haar. En dan ga ik Rover even lekker bellen. Ja! Maar jullie zwemmen zo snel. Wachten, lady.
Nou kan ik ze heel mooi dichtbij halen. Nee, jullie gaan zo snel. Ja, en ik heb wat eronder in gedaan. En dat is volk. Dus even kijken hoe snel dat oof in puin ligt. Ja, doe maar. Ga maar kijken, Leed. Ga eens even aan de kant. Nee, even met je dikke honger van de rand. Zo, kan ik wat kijken. Ja, okay. Nou, ik heb hier een handje vol met kattenbrokken, zalmsmaak. En die krijgen ze niet elke dag over mij. Hey, ja, lekker. Opletten, hè. Hey, zou je eens kijken hoe graag ze het ook willen? 1, 2, opletten. Lekker! Zwarte Piet is er niks bij. Nee, Sinterklaas ook. Even lekker kattenbrokjes. En ja, dat krijgen ze elke, niet elke dag wat ik al zei. Maar gewoon, als hun ook weer lekker zalmpje krijgen, dan krijgen hun het ook. Even lekker een beetje kattenbrokjes, lekker. Zalmpje. En dat vinden ze ook lekker. En het is eigenlijk ook niet heel goed voor ze, maar... Ja, maar één handje. Daarom ook maar één handje vol. En dat verspreidt en dan kunnen ze het lekker onderling even uitkiezen. Nou, gisteren heb ik al voorwerk gedaan. Ik ga zo even de aardappels even opzetten. De spruitjes. En die staat er al aan. Even kijken. Hoe ga ik dit even snel doen? Die staat aan. Die staat dus nu ook aan. Nou, dan heb ik hier lekker spekjes. En dan ga ik eerst denk ik even de uitjes lekker even fruiten. Doe ik dat zo meteen eerst even. En dan is dat lekker smullen. Nou, Roderick die loopt lekker daar. Ik ga even lekker bij Roderick lopen. Leed, kom deze kant op. Ja. Daar hebben we de twee dames. En mijn lieve twee dametjes. Dametjes. Hey, kom eens hier. Jullie zijn nog niet eens in de vlog bijna deels geweest. Nee. En papa ook niet eens. Is dat zo? Ja, dat is zo. Hi, meisjes. Jullie gaan weer lekker slapen bij papa. Hè? Ja? Dan zie ik jullie morgen weer. Ja. Op dat. Ja. Hé, hey, schat. Ja. Hou je nog een beetje van ikken? Training ervan. Een beetje. En wat is een beetje? Ja, weet ik niet. Huh? Weet ik niet. Het zal veel zijn. Misschien een beetje veel. Een beetje weinig. Iets. Oh, waarom meer dan iets? Niks. Dat is mooi. Meer dan ja, dat is daarom. Ja, lieve mensen. Ik ga deze vlog gezellig afsluiten. Samen weer met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan. Want dan blijf jij, zeker jij, ja, Julia. Blijven jullie zeker op de hoogte met alles wat ik plaats op YouTube. En dan zou ik zeggen, tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!